Stel, je bent druk bezig met de marketing. Je bent op zoek naar een partij die jouw flyers drukt. Je googelt, komt bij een webshop terecht. En je kunt nu kiezen uit twee mogelijkheden. 1. Je kiest voor 50% meer flyers voor hetzelfde bedrag. Of je kiest voor 35% korting. Welke keuze kies jij? Dus wat is waarschijnlijk voor jou voordeliger? Laat wat weten in de reacties welk antwoord jij denkt dat het juiste is. Durf ook gewoon het antwoord te geven voordat je deze video bekijkt. Ik ben wel even benieuwd of deze techniek dus ook bij jullie werkt. Dus welke kies jij? Je wilt flyers bestellen. Welke kies je? Kies je voor 50% meer flyers voor hetzelfde bedrag? Of kies je voor 35% korting? Laten we eens kijken wat er gebeurt. Stel, die 10 flyers die kopen we voor 10 euro. Even voor het rekengemak. 50% meer zou betekenen dat ik dus 15 flyers krijg voor 10 euro. Wat doe ik dan? Ik deel dan in dit geval 10 euro door 15 flyers. Dan weet ik dat ik 67 cent per flyer betaal. Stel dat ik 35% korting krijg. Dan zou ik dus geen 10 euro voor 10 flyers betalen, maar slechts 6,50 voor 10 flyers. Die 6,50 die deel ik door 10, dan weet ik, kom ik uit op 65 cent per flyer. Het scheelt nu nog maar 2 cent, maar je kunt je voorstellen op grotere bedragen dat het om enorme verschillen gaat. Uit dit voorbeeld blijkt maar weer dat wij dus niet kunnen rekenen. En ik trap daar ook in, ook ondanks dat ik al die technieken inmiddels echt wel ken. Als ik in de supermarkt loop of iemand anders en 50% meer product, je gaat op impuls. En gelukkig ook maar. We zouden knettergek worden als wij continu onze volle bewustzijn zouden gebruiken om alles en dus alle prikkels en alle informatie tot ons te nemen. Hoe kun jij nu meer verdienen met dat base value necklet? Eigenlijk is het een soort van rekenfout. Doordat je makkelijke sommetjes geeft, tenminste dat lijken makkelijke sommetjes, kiezen we al heel snel voor een bepaalde keuze. Terwijl dat als we het goed zouden berekenen, we eigenlijk op een hele andere keuze zouden uitkomen. Een veel gebruikt ander voorbeeld is bijvoorbeeld de stapelkortingen. Stel, ik geef jou 25% korting en daar nog eens 25% korting bovenop. Hoeveel korting krijg je dan in totaal? Je eerste reactie is natuurlijk 50%. Stel dat ik 25% korting geef. En alleen deze week geven we daar nog eens 25% bovenop. Wat er dan gebeurt is dat jij niet 50% korting krijgt. Maar eerst krijg jij 25% korting. Dus stel we hebben weer die 10 euro. Dan krijg je 25% korting. Dus 2,50 euro korting. Als ik dan nog een keer 25% korting geef, krijg jij die 25% korting niet op die 10 euro, maar op die 7,50. Waardoor uiteindelijk je totale korting aanzienlijk lager zal zijn dan die 50% korting. Want pakken we 50% van 10 euro, dan komen we uit op 5 euro korting. Stel dat je 7,50, dus dat je eerst 25% korting krijgt, blijft er een bedrag over van 7,50. Vervolgens nog een keertje 25%, dan blijft er een bedrag over van 5,62 euro. Het is maar 62 cent, maar doe dat eens keer 1000 of keer 10.000. Dan praat je over enorme bedragen. En het is eigenlijk maar een klein simpel trucje en een rekenfoutje in het brein van de consument. Wil je het nu helemaal bond maken met het brein van jouw klanten? Dan kun je het woordje gratis aan de korting toevoegen. Dus in plaats van dat je dus direct zegt, oké, je krijgt nu 25% korting. Dan zeg je, die krijgt er nu nog eens 25% gratis korting bovenop. Of nog 25% gratis. Het woordje gratis is een woordje, en zeker wij als Nederlander, waar we enorm fan op zijn. En als je dat dus combineert met deze rekenfout die iedere consument maakt, dan zul je profiteren van de verschillen. Ga er uiteraard wel integer mee om. Mocht je dit soort tips nu interessant vinden, denk je dat het nuttig kan zijn voor je netwerk, deel het. Wij waarderen dat in ieder geval. Heb je vragen of opmerkingen of suggesties voor een volgende aflevering? Laat wat van je horen. En wil je geen enkele video meer missen?
Klik dan op abonneren, like de video, klik ook op het belletje en dan zie ik je volgende week.